Ik ben Elke, ik ben moeder van twee kinderen, getrouwd. Ik woon hier om de hoek. Ik ben een Antwerpse van origine, ben daar geboren en getogen, maar dan komen studeren in Brussel en blijven plakken, zoals ze zeggen. Ik ben Wouter de Vriend, ik ben 37 jaar, geboren en getogen Oostendenaar. Ik ben parlementslid, ook actief hier in de lokale politiek, omdat ik dat heel interessant vind, heel boeiend. We hebben een aantal waarden die heel fundamenteel zijn voor ons. Duurzaamheid, solidariteit. Dus wij brengen eigenlijk een warm, hoopvol, realiseerbaar verhaal. Het is belangrijk dat we dat als Groene Partij blijven doen. Mijn specifieke taak zal zijn om het project 2018 uit te tekenen. Dat betekent dat we werkelijk alles inzetten op die lokale verkiezingen, niet zozeer op 2019, omdat we weten dat waar we lokaal sterk staan, we het ook nationaal goed doen. En verder zal ik ook de externe verbreding, netwerking van de partij, wat mee ondersteunen samen met Elke. Alles oké? Ja. We zijn een sterk duo. We hebben veel ervaring binnen de partij, zowel op lokaal vlak als op nationaal vlak. We combineren als Brusselse heb ik hier beleidservaring. Wouter heeft heel veel ervaring op lokaal vlak in Oostende. Dus we kennen de partij op zijn verschillende niveaus en in zijn verschillende functies. Groen kan nog zeer sterk groeien. En dat gaan we doen door een open, brede partij te zijn. Door in te zetten op al onze mensen, op al onze leden. Want politiek doe je enerzijds in het parlement, maar vooral ook in straat, in het park, aan de speeltuin en aan de schoolpoort. Groen moet het klimaat terug hoog op de agenda zetten. En op een manier dat tastbaar is voor mensen, dat mensen weten dat het over hun gaat. En dat doe je volgens ons door de link te leggen tussen milieu en gezondheid. En dan gaat het om schone lucht als je kinderen naar school fietst. Dan gaat het om gezond voedsel, om proper water. Heel essentiële dingen die maken dat mensen weten waarom het zo belangrijk is om ons milieu terug op de agenda te zetten. Dag Collins. Hey, Wouter. Hey. Ça va? Altijd goed, goed, goed. Zelfs in moeilijke momenten ben je altijd kalm. Je blijft op de bal spelen in plaats van op de persoon. Coachen ook is een van uw sterke punten. Hey, dag meisjes. Ik zie je nu vooral iemand met heel veel daadkracht. En iemand die positief is en bruggen kan bouwen en op een goede manier goede politiek bedrijven en niet altijd het negatieve belichten, maar de positieve zaken.